En ja, wat zal door de spelers heen gaan? Wat bij me houdt in ieder geval het shirt tegen zijn neus aan van de Jeroen. Moet je kijken, want dit is toch... ja, dit is echt het beeld van het sprookjesseizoen. En ja, het zal een mooie middag hopelijk worden hier. Een krankzinnige middag misschien wel. Nou, al aan te horen hoeveel media erop afkomt, dat is al geweldig. Dat zegt al wel genoeg over deze wedstrijd. Het leeft nog meer als in het begin van het seizoen, lijkt het wel. Daar de bal, eerste bal naar voren toe, naar Schraal. Die de bal niet binnen kan houden. Helmig moet naar de andere kant toe. En gooi van Brouwen komt bij Bijmes terecht. Reuvers kop door. Van Bentum moet tegen de zon in kijken. Maar hij heeft wel de bal. Wordt een beetje vastgehouden, maar kan door. Dan Dulk houdt hem iets vast. Dan is dit de overtreding van Dunning. Je moet alleen niet persoonlijk op de man afvuren. De vrije trap van Etten. Bij wie komt die terecht? Achterin is het Van de Wetering die als laatst de bal raakt. Is de doeltrap voor Urk. Van Bentum met de corner. Bal voor. Tweede paal. Daar is Bijmes nog. Bijmes legt klaar. Tuinman met de kopbal in de handen van Strijker. Reutker. Jongens, kijk uit. Dankjewel, Brouwer. Hard werken van Bart-Jan Brouwer. Kan Bijmes die bal binnenhouden? Ja. Brouwer is met Dunning. En is het Dunning die dat duel wint. Tuinman komt storen. Reuvers. Reuvers. Reuvers met wat ruimte. Reuvers. Reuvers. Reuvers met het schot. En daar staat Bijmes in de weg. En dan is het buitenspel. Oh, maar daar had wel wat in gezeten. Voor Geen de Muiden. Heeft paar Reuvers ook dat toetertje weer gemaakt. Gaat zoon Reuvers achter de bal staan. Mike Reuvers. Daar komt die bal voor. Kan er gekopt worden van de Wetering. Maar de bal getoucheerd door een speler van Urk. Ik kon niet goed zien wie. Maar hij is getoucheerd nog. Dus nu de corner aan de andere kant. Met Rens van Bentum. Maakt Magan op de bank. Dus nu Rens van Bentum. Van Bentum slingert die bal maar eens voor. Strijker kan er maar net bij. En dus opnieuw een corner. Nu aan de andere kant. Zo gaan we heen en weer. Van de ene naar de andere kant. Opnieuw nu Mike Reuvers achter de bal. Daar komt die bal voor. Kan weggekopt worden door Nentjes. Streutker is daar nog. En Van Dalsen staat buitenspel. Van Bentum. Geef mee aan Van de Wetering. Daar is dan de sliding. Het voor de bal gooien. En dus de corner voor Gedemuiden. Het voor de bal gooien van Den Dulk. De jeugd van Sportclub die wat meer geluid gaat produceren. We gaan richting de 40ste minuut alweer. Sonny Estel vliegt voorbij daar. De corner van Bentum. Die is te hard. Daar kan ook Bijmes niet bij. Ja, de wedstrijd bij Urk werd ook pas in de tweede helft. Was dat los met een doelpunt. Bijmes nu. Bijmes van Bentum bij zich. Bijmes kan ver komen. Bijmes komt heel ver. Bijmes geeft voor. Tuinman is er nog. Tuinman! Tuinman! Tuinman in de redding van Strijker. Ze krijgen de bal dan toch weg bij Urk. Was het dicht bij de zijlijn. En dus bereikt hij wel bal over de zijlijn. De duw van Dunning. En dat is volgens mij de derde keer dat Dunning daarbij betrokken is. Zou je daar als scheidsrechter een keermissie voor kunnen optreden? De bal richting Brands. Richting Schraal, excuus. Schraal met Brouwer. Schraal is langs Brouwer. Maar speelt de bal te ver voor zich uit. En dan kan Breeman ertussen komen. Daar de kans voor Redenwijden. Vlak voor rust. En dan is het ook rust. Had Mike Reuvers de 1-0 op de schoen. Maar keept Strijker daar goed. Nou ja, ik dan dat toch de groetjes mag doen als de jongens kijken vanuit de keten op de Kampenzeedijk. Jongens, goed dat jullie ook weer zijn ingeschakeld. Gisteravond gezellig, wat gedronken.
En we zijn er weer bij. Rens van Bentum. Maar de corner staat en daar is Mark Magan met het balletje voor tweede paal. Daar wordt gekopt. Daar, bal niet erin. De redding van Strijker. Op de inzet van iemand van Heidemuiden. Dan Magan op deze manier. Die gaat over. Maar de knappe redding van Strijker. Hier de bal richting Bijmers. Bijmers. En de redding opnieuw van Strijker. Zoals ik al zeg, de keeper van Urk houdt zijn ploeg op de been. Daar komt Deen Roy van Brouwen. Die is ver. Kan iemand daarbij? Magan dan! Maar de bal daar weg. Urk probeert eruit te komen met Schraal. Maar zit Reuvers daar ook belangrijk tussen. En de bal nu bij Streutker. Nummer 7. Lubbert Post gaat eruit. Nummer 7. Lubbert Post gaat eruit. En er wordt gewisseld voor de nummer 23. Jarno van Essen. Brouwer. Bijmers. Kan hij meegeven aan Reuvers? Ja, dat kan hij. Reuvers. Daar gaat Reuvers. Reuvers kapt. Ah, daar kapt hij te veel. Dan kapt Reuvers te veel. Dan drinken we er een paar. Je bent op de fiets, dus dat scheelt. Bijmers legt klaar voor Van de Wetering. Van de Wetering in één keer naar de andere kant. Daar is Magan. Magan in de redding van Strijker ten oude nood. Speelt hij de bal te ver voor zich uit. Ligt de ruimte voor Tol. Tol daar de kans. En het rolletje in de handen van Streutker. Het rolletje van Essen. Daar is Jager nog. Ja, dit heeft Vizier helemaal niet op scherp. En dus fluit de scheidsrechter voor het einde. Eindigt de wedstrijd in 0-0. Ja, wat moet je nou van zeggen, Corné? 0-0. Het had meer ingezeten voor Geedemuiden. De kansen waren voor Geedemuiden. Maar ja, daar heb je niks aan als het aan het eind van de wedstrijd, eind van de rit 0-0 staat. Maar goed, we hebben ook niet verloren en dat is ook belangrijk. Dit was het voor deze week. We hebben even een weekend rust volgende week. Volgende week doen we eventjes geen voetbal. Volgende week een vrij weekend. 16 maart reist Geedemuiden af naar Dovo, Veenendaal. En wilt u daarbij zijn, zou ik zeggen, geef je op voor de supportersbus. Die reist er namelijk ook naartoe. Dat was het dan. Ik wens u nog een heel fijn weekend. Graag tot de volgende keer.